Zolland Sport, nabeschouwing. Goedemiddag Martijn. Hey, goedemiddag. Welkom in de uitzending. En fijn dat je even tijd hebt, want je speelde met jouw team tegen de onderste, tegen UVV. Maar dat liep niet goed af. Ja, nee, dat is. We hadden ook anders verwacht, inderdaad. Ja, vertel eens. Klopt. Nou, het is, uiteindelijk is de uitslag 13-11 geworden voor UVV. Dus voor de tegenstander waar we tegen moesten. Ja, normaal was het de eerste of de twee wedstrijden die we al hebben gespeeld tegen hun. Die hebben we makkelijk gewonnen. Ze dachten deze keer, ja, dat winnen is niet optioneel. Dus we moesten eigenlijk wel winnen. Maar ze hadden dus wat spelers van een hoger team ingeschakeld en laten meespelen. Dus het werd allemaal wat moeilijker. Daar hebben we het gewoon even een beetje vergooid. Vooral de laatste inning. Begonnen zij heel goed te slaan opeens. En hebben helaas te veel punten weggegeven. Eerst stonden er namelijk 11-3 voor. En toen maakten ze nog 8 punten. Nee, 11-5 stonden we voor. Toen maakten ze 8 punten in de laatste inning. En werd het dus 13-11. Dus dat was wel zuur. Ja, snap ik. Ja. Mag het ook zomaar dat zij mensen, zeg maar, de andere teams daarin mee laten doen bij Heren 3? Ja, je hebt in de Heren 3 waar zij dan spelen, in de klasse waar wij spelen, is eigenlijk een soort van vrije klasse. Dus dan mag je ook spelers van andere teams tot een maximum aantal, de hoogte, zeg maar, bijvoorbeeld tot maximaal tweede klasse mag je dan laten meespelen. En dan mogen ze bijvoorbeeld maximaal 5 wedstrijden in het seizoen meedoen. Dus het mag niet onbeperkt, maar wel een aantal wedstrijden. Dat doen wij ook wel eens. Maar het is gewoon best wel jammer dat dat dan dat je daar dan tegen moet spelen opeens. Ja. Maar dat is een best groot klassenverschil. Hè? 3 klassen verschil. Je ziet het ook bij de voetbal, als je 3 klassen verschil hebt, daar wint ineens iemand met 10-0. Werkt dat ook een beetje zo in de honkbal? Zit het verschil tussen de klassen? Is dat een groot kwaliteitsverschil of is het onderling, valt het toch wel mee? Tot en met, ik denk, wij spelen nu volgens mij in de vijfde of vierde, weet ik niet, vijfde. Vijfde. Vijfde, ja. Nou, wij spelen dus in de vijfde en volgens mij is het tot en met de derde klasse mag je dus teamleden een soort van lenen van dezelfde club. Ja, er is wel een verschil, maar dat verschilt ook per club. Kijk, wij zouden ook wel in de derde klasse kunnen spelen, maar dat redden wij met ons team niet, omdat het gewoon wel een klasse hoger is. Maar dan is het ook weer zo dat ze in het westen nog wat beter zijn dan in het oosten van Nederland. Mm-hmm. Daar is het ook weer een verschil in. Dus ik denk, het is niet helemaal te vergelijken met voetbal, maar ja, er zit wel een niveauverschil in. Alleen heel veel is ook vrije inschrijving. Dus dan heb je sommige teams die zich iets hoger inschatten dan werkelijk. Ja. Dus dat heb je er tussenin zitten. Maar ja, het is heel jammer dat we gisteren hebben verloren. Ja. Ja, maar wat gebeurde dan in die laatste inning? Want je staat er nog voor. Met volgens mij zei je 11-5, dat je toen voor stond. Ja. Wat gebeurt er in die laatste inning dan? Los van dat er misschien nog wat spelers aan de andere kant binnenkomen die goed zijn. Wat gebeurt er dan in die laatste inning bij jullie? Wij moesten ook wisselen van pitcher, dus van werper. Want onze pitcher die was die had al 6 inningen gegooid. Of 5 inningen. 6 inningen. En we moesten gewoon wisselen van pitcher. Ik ging dan pitchen. En ik gooide dus ballen die zij schijnbaar makkelijk konden slaan. En ook de slagballen die ik, naar mijn inziens, of naar ons inziens, slagballen waren, die werden niet gegeven door de scheidsrechter. En dat is ook dan, dan krijg je dat net niet mee. En dat speelt ook een beetje op de irritatie in natuurlijk. Zij sloegen heel goed op die ballen die ik kan gooien, of de pitching. En dat is gewoon jammer. Toen hebben we nog wel gewisseld van een andere pitcher. Aad was dat. En die heeft het uiteindelijk
net redelijk opgelost. Maar het was, ja, we hadden al best wel veel vergeven. Dus het was eigenlijk... eigenlijk mochten wij nog slaan. Maar zij hadden een pitcher uit het hogere team. Die gooide echt heel hard. Wat wij dus niet echt gewend waren. En dat is dan toch wat lastiger om te slaan. Ja, het is gewoon hartstikke jammer dat het dan daarna gelegen heeft. Want in het veld hebben we eigenlijk geen fouten gemaakt. Kwamen we tot de conclusie en we deden hartstikke goed. Alleen als de tegenstander dan net in de laatste inning allemaal tussen de gaten slaat waar wij niet staan. Ja, dat is dan zuur. Kunnen ook nog dan zeggen komen dat, de punten wel binnen. Kunnen ook nog zeggen dat UVV een factor geluk heeft gehad daarin? Ja, ik weet niet of dat echt geluk is. Ze waren gewoon iets beter in het tweede deel van de wedstrijd waren ze gewoon iets beter dan qua slaan dan wij waren. En ik denk dat ik weet niet of dat, ja, geluk, dat moet je altijd een beetje toekomen, natuurlijk. Ik weet niet. Dat hebben wij soms ook. En misschien was dat inderdaad ook een factor wat meespeelde bij hun gisteren. Ja. Maar ja, je probeert natuurlijk zo kritisch mogelijk naar je eigen team te kijken. Ja. Om daar de verbetering te krijgen. En ja, we moeten gewoon iets beter, ook qua pitching waarschijnlijk, dus qua werpen, zijn. Zodat we het niet zomaar de tegenstander laten slaan, maar wel goed uit kunnen gooien. En dat eigenlijk. Het is een, we hadden het ook niet verwacht. We stonden ook een beetje perplex. Ja, snap ik. Ja. Nou, dan moet je dat weer verwerken. En dan volgende week weer spelen tegen de Domstad Dodgers. Is ook een Heren 2 team. Zou in principe zo kunnen zijn dat zij ook weer teams uit het eerste team halen. Ze hebben evenveel punten dan jullie. Wat verwacht je dan van zo'n wedstrijd als volgende week? Hoe ga je daarheen? Met dezelfde intentie om te winnen. Want aangezien ze gelijk staan, het wordt wel een spannende wedstrijd. En we hebben hier vaker tegen gespeeld. Dus het is eigenlijk gaan we. Het is weer een nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Ja. Dus eigenlijk gaan we er zo in. Natuurlijk leren we wel van. Ja, het is moeilijk dat je afgelopen wedstrijd niet zo heel veel fout deed in het veld. En ook niet qua slaan. En dat eigenlijk een van onze beste wedstrijden was. Alleen dat de pitching gewoon. Zij sloegen daar opeens heel goed op. En heel veel leerpunten. Ja, je hebt dan één leerpunt. Dat de pitching wat beter kan. En dan neem je dan volgende week wel mee. En hopelijk gaan we dinsdag even op trainen. En dan hopelijk gaat het dan zondag beter. Volgende week. Ja. Het valt wel een beetje roop je dak. Hè? Want eigenlijk als je nou heel slecht speelt sowieso en je verliest dan. Dan is het misschien wel makkelijker te accepteren. Dan wanneer je eigenlijk gewoon voor je gevoel de beste wedstrijd van het seizoen speelt. Ja, nee, dat was zeker zo. Ja, en dat is ook. Want we houden ook echt een. Je houdt elke wedstrijd ook een scoreblok bij. Dus je gaat de scoren dan van elke speler die gaat naar honk 1. Hoe komt dat dan? Waar komt de bal vandaan en waar gaat de bal naartoe? Dat score je op een scoreblok. Nou, die kijken we ook elke wedstrijd even na van oké, waar hebben we het dan laten liggen? En daar was eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken, behalve dat dan, die laatste inning, wat ik net had uitgelegd, behalve daar. En dat is gewoon. Dat maakt de teleurstelling nog wat groter. Maar ja, dan heb je nog een paar wedstrijden te gaan en dan moeten we die gewoon. Daar moeten we nog vol voor gaan. Ja, precies. Er zijn nog een paar wedstrijden te spelen. Volgende week dus tegen de Domstad Dodgers Heren 2. Wens ik je weer succes mee, Martijn. Eerst even verwerken. Van de week weer lekker trainen. En volgende week weer met frisse moed de volgende wedstrijd in. Komt helemaal goed. Nou, dankjewel voor het bellen weer. En we gaan voor volgende week. Ja, helemaal goed. Bedankt, Martijn. En een fijne zondag nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Doei.